In deze video ga ik het met u hebben over voorkeurwaarden. Ik denk een onbekende functionaliteit. Het zit namelijk een beetje verstopt achter de rechte muisknop. Maar wel een hele krachtige functionaliteit. We kunnen namelijk in Wizards met de rechte muisknop op een veldlabel klikken en daarmee voorkeurwaardes instellen, waardoor we de invoer van gegevens kunnen versnellen. Ik ga Profit in en aan de hand van wat leuke en praktische voorbeelden laat ik zien hoe u Profit kunt optimaliseren door het gebruik van voorkeurwaardes. Nou, ik heb al even een nieuw wizard geopend. In mijn geval de nieuwe wizard voor het aanmaken van een nieuwe crediteur. Functionaliteit werkt natuurlijk overal hetzelfde. Of u nou een nieuwe medewerker aanmaakt, een project opvoert of een artikel aanmaakt. Functionaliteit werkt hetzelfde. Ik geef het beestje even een naam. En vul even het adres in. Zo, dat is dat. Bevestigen met F7 uiteraard. En dan gaan we nu wat voorkeurwaarden instellen voor verschillende velden die we tegenkomen in deze wizard. Zojuist bedacht ik al wel een grappige toen ik deze video aan het voorbereiden was. En dat is namelijk de voorkeurwaarde voor het veld homepage. We moeten een webadres namelijk beginnen met www. En ik ben nogal lui, dus ik bedacht me, ik ga daar gewoon een voorkeurwaarde voor instellen. Nou, met de rechte muisknop klik ik op het veldlabel homepage. Ik ga naar het tabblad gebruikersinstellingen. En ik geef hier de voorkeurwaarde op www. Bevestig met F7 en dan heb ik mijn eerste voorkeurwaarde ingesteld. Ik ga de verschillende aanmaken en dan zullen we straks die wizard eens opnieuw opstarten om het resultaat te bekijken. Ik ga verder in de wizard met F6 en dan komen we nu bij wat concretere voorbeelden terecht. Bijvoorbeeld het veld is crediteur. Ik denk dat ik daar nog een voorkeurwaarde heb laten staan, want ik kan hem nu niet aanzetten. Nou, rechte muisknop erop. Ik ga naar het tabblad gebruikersinstellingen. Nou, hier zien we hem al. Het vinkje wijzigbaar staat namelijk uit. Daardoor kan ik het veld niet aanpassen. Nou, ik wil eigenlijk op het moment dat we een nieuwe crediteur opvoeren, wil ik dat het vinkje is crediteur altijd wordt aangezet. Maar dat ook geldt voor alle gebruikers. Nou, en daarin hebben we dat verschil dus, het tabblad gebruikersinstelling, maar we hebben ook het tabblad beheerdersinstellingen. En de voorkeurwaarde die ik hier instel, ja, die gelden dus voor alle gebruikers. De optie voorkeurwaarde zet ik aan en de voorkeurwaarde stel ik in op aangevinkt. We zien dat we nu ook de omgeving opnieuw moeten openen. Net toen we die voorkeurwaarde instelden voor dat veld homepage hoefde dat niet. Dat komt omdat we dus nu op beheerdersniveau zo'n instelling hebben aangepast. Dat geldt dus voor alle gebruikers. Ik laat dat even voor wat het is, voor nu. Dan ga ik nog verder met wat instellen van wat andere voorkeurwaarden. Ik ga er niet te veel doen. Het effect zal u zo meteen duidelijk zijn als ik die wizard opnieuw opstart. Nou, bijvoorbeeld het veld profiel. Daar kunnen we het verkooprelatieprofiel instellen. Ga even naar het gebruikersinstellingen. Ik heb daar alvast een voorkeurwaarde ingegeven. Voorstelt. De laatst gekozen waarde zet ik even uit. Dat is ook een leuke optie. Je kan dus ook kiezen dat een veld de waarde meeneemt die we de vorige keer tijdens het aanmaken van een crediteur hebben ingevuld. Nou, ik bevestig hem weer met F7. Nou, de taal stellen we ook in. Doe doorgaans zaken met Nederlanders. Voorkeurwaarde, ik weet toevallig de code uit mijn hoofd, NL. En die bevestig ik even met Enter, dan zien we ook dat hij hier de waarde invult. Wijzigbaar zet ik uit, bevestig met F7. En dan het veld valuta, rechter muisknop, ga ik een beheerdersinstelling doen. Ik vul daar een voorkeurwaarde in. Het is een beetje tricky wat ik nu ga doen, maar ik wil u even nog een tip meegeven. Ik stel even een voorkeurwaarde in euro. Maar let op, ik doe dat wel op de tabblad beheerdersinstellingen. En dan zeg ik zichtbaar, die zet ik eens even uit. Dan zien we gewoon het hele veld niet meer. Dat is ook. En dat is natuurlijk ook leuk. Dingen die je altijd een vaste waarde wil geven, zet je gewoon op niet zichtbaar. En dan heeft de gebruiker daar dus ook helemaal geen last van. Nou, bevestig met F7. Ik ga nu wel die omgeving opnieuw openen. Ik heb wat leuke voorkeurwaardes ingesteld. En dan gaan we zo eens even die wizard opnieuw opstarten om te kijken wat het effect is. Dus we openen de omgeving even opnieuw. Ik ga weer naar crediteur. Nieuwe crediteur aanmaken. Verder in de wizard met F6. We zien hier rechts onderin bij het veld homepage al die www die ik daar als voorkeurwaarde heb opgegeven. Ik geef de crediteur weer even een naam. De rest zal ik even invullen. Zo, bevestigen met F7. Zo, verder in de wizard met F6.
Nou, wat zien we gebeuren? De optie is crediteur, wordt standaard aangevinkt, is ook niet aan te passen, hij is dus niet wijzigbaar. Nou, we zien dat standaard dat inkooprelatieprofiel wordt gevuld met de voorkeurwaarde die ik daarvoor heb ingesteld. De taal wordt standaard voorgesteld. Veld is overigens niet wijzigbaar, heb ik ingesteld. En dat veld valuta, ja, die is gewoon helemaal weg. Nou, kom ik gelijk bij het volgende punt. Als we als beheerder zijnde nou zo'n veld op niet zichtbaar hebben gezet en we zouden dat veld toch wel weer zichtbaar willen maken, dan doen we dat via de management tool. En hiervoor ga ik eens even naar het startmenu van Algemeen. Zo, aanbeland in het startmenu van Algemeen, ga ik onder de kolom beheer naar management tool. Ik ga op zoek naar organisatie en persoon. Vraag ik de eigenschappen van op met de entertoets. Belangrijk dat er geen mensen zijn ingelogd. Vraag bevestig ik met ja. Dan hebben we onderin bij de lijst met bestanden het bestand inkooprelatie. En dan hebben we hier het veld valuta. Eigenschappen oproepen. Gaan we naar het tabblad beheerdersinstellingen. Zichtbaar zet ik aan. Bevestig met F7. Verlaat de management tool. Omgeving even opnieuw openen. Keer ik terug naar het startmenu van financieel. Onder de kolom crediteur ga ik weer naar crediteur. Ik ga weer een nieuwe crediteur aanmaken. Verder in de wizard. Even de naam meegeven. Adres. Zo. Verder in de wizard met F6. En we zien dat we het veld valuta weer te zien krijgen in de wizard. En let wel, gelijk weer met die voorkeurwaarde euro ingesteld. Nou, zo kan je dus spelen met wat voorkeurwaardes. Denk daar eens goed over na. Daar kun je ontzettend veel tijd mee winnen als je dit doorvoert in de meeste wizards. Wat ook nogal leuk is om te laten zien, is dat je ook op een hele efficiënte manier je overzichten kunt genereren waarbij een vooringave ingevuld moet worden. Daarvoor ga ik eens naar het startmenu van HRM. Zo, aanbeland in het startmenu van HRM. En dan ga ik onder de kolom payroll eens naar overzicht en dan kies ik eens het standenregister. Nou, we zien hier die vooringave waar ik het zojuist over had naar voren komen. Zelfs deze kunnen we helemaal invullen met voorkeurwaardes. Geef even een standaard werkgever mee. Nou, dit hebben we zojuist ook gewoon gezien, hè, in de wizard nieuwe crediteur. Dus dat is op zich niet heel erg spannend. Even de weergave uitlijnen. Ctrl-U uiteraard. Maar dat weet u natuurlijk. Vestigen weer met F7. En nu komen we terecht bij twee leuke velden. Twee jaarvelden voor een vergelijking. Rechte muisknop. Ga ik naar het tabblad gebruikersinstellingen. We zouden natuurlijk ook een beheerdersinstelling van kunnen maken. Maar dat verschil is u denk ik duidelijk. We kunnen namelijk ook voorkeurwaardes meegeven met een veldformule. Dat is heel leuk. Ik geef bijvoorbeeld de formule jaar min 1 op. Rechts kunt u op de knop toon formules klikken. Dan krijgt u een lijst te zien met alle veldformules die u kunt gebruiken. Nou, jaar min 1 dus. Bevestig met F7. Doen we hetzelfde voor jaar 2. Maar daar geven we gewoon de formule jaar mee. Die laat dus het huidige jaar zien. De vorige formule, het huidige jaar min 1. F7. De periodes, periode 1 en 2, wil ik wel gewoon handmatig kunnen ingeven op het moment dat ik het standige register wil gaan genereren. Dus die laat ik even voor wat het is. Maar dan gaan we nu opnieuw dat standige register eens opstarten, zodat we deze vooringave weer te zien krijgen. Dan kunnen we het effect zien. Zo, weer in het startmenu van HRM. Onder overzichten, naar standige register. En het enige wat we nog in hoeven te vullen zijn de periodes. En het leuke aan die jaarvelden is, stel dat het 2012 is, wordt deze automatisch opgehoogd naar 2012 en het veld jaar 1 naar 2011. Heb je dus helemaal geen omkijken meer naar. Nou, op deze wijze kan je dus werken met voorkeurwaardes om zo je wizards te stroomlijnen, je vooringavenschermen te optimaliseren.